zo geweldig is nou. Vandaag. We hebben 100 kaarsenzakken gevonden. Oh, 100 kaarsenzakken. Poppies. En dat betekent al 100 x 2,50. Nou, dat is toch geweldig? Ja, dat is super. Ja, dat is echt. En omhoog zien we bij de rij geflonken, ontwaardere vaag. Oostruit van Aansenwil. En het is nogal druk. Ik heb net de spits afgebeten met de Rijn. Daar gestrand een fatale wanhoop staat van zins. Zij is vol door de zaal in voltooid leven gevonden. En wilde zich dus neerwaarts storten om zo ook kansloos gevoel afdoen in tijd. En lopen een stukje naar voren. Wat staat ons te doen, vraag ik aan Christus. Hier te presenteren. Maar zonder staat hij wat te rijmen. Ze vocht hem hartstikke leuk in de apotheker. En dat is nou zaterdag. Inmiddels ben ik in de pub. 100% katoen. Ja, draai even op. Hartstikke druk. Gezellig. De blonde en de bruine bruid. Ja, we zijn bij een of andere winkel. Ja. En kom ik hier toch iemand bekend tegen? Hi, Koes. Ah, ik kan het vinden. Chupa dollo. Die ga ik niet uitleggen aan de kijkers. Dat is gewoon pijpen. Ja, dat klopt wel. Wat een heerlijke mooie trui hier. Ja, mooi hè? We hadden ook al een mooie kersttrui gezien. Ja. Ja. Super. Dus eventjes aan het rondkijken. En daar is die schrikkelijke kerstafdeling. Met al die knipperlampjes. Dus we gaan hier toch nog even verder zoeken. Een dagje vullend hè. Het is jammer dat je hier een broodje kan eten. Hebben ze een restaurantje? Nee, hebben ze niet. Kun je hier geen broodje eten? Nee. Dan gaan we naar het tuincentrum. Geen broodje. Oh ja. Ik ga naar het tuincentrum. Ik kan een bakje doen. Ja, inmiddels ben ik in Tillytown, oftewel Tilburg. Met eens Ingridje, gezellig. En we zijn op de Kolvelseweg. En we gaan nou even naar Toko, want we gaan sushi rollen. Vindt ze heel erg leuk namelijk. Ja, echt super. Waarom met jou, Joost? Gezellig, hè? Dus ja, ze komt er nog eens ergens, hè? In Tilburg. Gezellig. Oh, deze is wel lekker groot. Dus we gaan hier even... Wat gaan we eigenlijk halen? Ja, moet er wel een wagentje, Joost. Sojabonen? Hè? Sojabonen? Oh, sojabonen. Lekker. Kijk, dit is pas een gave toko. Heerlijk. Dus wij gaan even boodschappen doen verder. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende weer. Gezellig. Zwaai maar even naar de kijkers. Doei. We zijn hier in het overdekte winkelcentrum. En hier staan ze met een heel mooi project. Er zijn twee dames die iets uit willen leggen. Dus die ga ik even filmen, want ja, je kunt daar een kaarsenzak kopen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze te vertellen hebben. Dus ik draai de camera even om. Hey Joost. Hey. Hey. Leuk dat je ons er eens opzet, zeg. Ja, nou, vertel. Want wij staan hier voor een heel goed doel. Wij staan hier voor inloophuis Poppies. Ja. En inloophuis Poppies verkoopt kaarsenzakken. Dan zet hij het volume maar wel harder. Ja, precies. Inloophuis Poppies verkoopt, staat hier met een stand vandaag. Ja. En volgende week vrijdag. Ja. Voor de verkoop van kaarsenzakken. Op 16 december wordt er een lichtceremonie gehouden. Bij de begraafplaats in Oosterhout.
Een nieuwe gedeelte. In het nieuwe gedeelte. In het nieuwe gedeelte. Maar weet je wat nou zo fijn is? Als mensen volgende week komen, dat ze 2,50 alvast in hun zak hebben. Ja. 5 euro of tientje of zo. Precies. Want we hebben geen pinapparaat. We hebben geen pinapparaat. Dat is wel jammer nog, maar dat volgend jaar komt dan vast. En jullie staan daar ook op de begraafplaats? Op de begraafplaats, ja. En ook daar zijn, en daar zijn we weer. Ja, en Joost, weet je wat nou zo geweldig is voor vandaag? We hebben 100 kaarsenzakken verkocht. Oh, 100 kaarsenzakken. Poppies. En dat betekent al 100 maal 2,50. Nou, dat is toch geweldig? Ja, dat is super. Ja, dat is echt geweldig. Ja. Hey, Joost, heel fijn. Hey, bedankt, hè. Ja, dankjewel. Hey, bedankt allemaal, hè. Doei. Zwaai even naar de kijkers. Tot volgende week. Doei. Je kunt volgende week hier gaan halen. Doei. Staan jullie op dezelfde plek, hè? Dezelfde plek. Ja, ja. Okay. Vlak bij de HEMA, hè. Bij de HEMA. Ja, tussen 2 en 4. Tussen 2 en 4. Doei. Nee, 1 en 4. Oh, 1 en 4. Maakt niet uit. 1 en 4. Doei. Ja, we zijn er bij de Mr. OHTS. Hier is hij. Ad Evers. Ad, vertel me eens een mop. Nee, ik ga geen moppen vertellen. Nee, doe er geen moppen. Nee. Ik ben 57 geworden. 57 mensen, jong blommeke. Jong blommeke, ja, dat ben ik altijd. Ik zie me hier van de schijn. Dat maakt er allemaal niet uit. Maar we zitten hier gewoon even met collega's onder een potje bier. Met collega's onder elkaar hebben we een personeelsuitje. OHTS, muziekmatinee van 12 tot 2. Iedere zondagmiddag. Muziekmatinee van 12 tot 2. Holadie. Maar ik heb een serieus programma, Adnie. Van André Hazes, dat is zonder 7, gaat rijden al. Dus, als het maar gezellig is. Nou, daar is het. Dus ik zeg maar, Ad, zeg maar, lieve kijkers, tot volgende week. Lieve kijkers, tot volgende week. Muziek en laat je lekker voor een euro. En zeg maar, een prettige najeuk. Ja, een prettige najeuk. En een fijne stofwisseling. En een fijne stofwisseling. Goedemiddag. Roos. Houdoe.